Haar hoofd schiet zo naar achter, recht tegen mijn voorhoofd aan. Hey iedereen en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag aan de titel te zien ga ik het hebben over waarom ik make-up draag. Echt, ik krijg zoveel comments op Instagram, op YouTube van mensen die allemaal zeggen waarom draagt hij make-up? Waarom make-up? Waarom make-up? Wat is daar zo erg aan? Dus eind vorige zomer begon ik echt make-up te dragen. Echt voelen make-up. Ik denk, ja, in het begin was het meer echt alleen mijn wenkbrauwen. En nee, ik lieg. In het begin was het gewoon concealer op mijn gezicht. Want ik zal jullie even een foto laten zien. Dit was ik. Ja, dit is een foto van mijn Instagram. Dit was ik op de middelbare school. En ja, nu zie je het niet goed, maar ik had wel een goede huid, maar niet echt zozeer perfect. Dus vaak nam ik een beetje concealer en zet ik het gewoon een beetje over mijn buisjes heen. En toen tijdens de middelbare school probeerde ik soms een beetje bronzer op, dat ik vond dat ik te bleek was in de zomer of zo. Of ja, soms een beetje foundation, maar het was echt niet dat ik full up ging of zo. Het was echt heel minimaal en dat bijna niemand het door had eigenlijk. Toen ik klaar was met de middelbare school, ging ik meer me bezighouden met mijn wenkbrauwen. Want ik vond ze echt niet kunnen. Ik bedoel, ja, toen begon het ook meer, zeg maar, begon iedereen te focussen op wenkies. Wenkies half leek, dit en dat. En ik, ja, I was like, ik moet ook half leek zijn, je weet toch? Ja, hier, je ziet het niet, maar even kijken, zie je het? Nee. Nou, als je goed kijkt, zie je hier een streepje door mijn wenkbrauw. En dat komt omdat ik, toen ik jong was, een ongeluk heb gekregen met mijn nicht in een zwembad. En het zwembad heet Tropical. Dat is geloof ik een zwembad in Rotterdam. Die is nu gesloten. Maar ja, mijn nicht ging dus tussen mijn schoot inzitten. En wij gingen door zo'n glijbaan heen. Je weet wel wat ik bedoel, zo'n glijbaan die je in een zwembad hebt. Nou, we werden afgeschoten en haar hoofd schiet zo naar achter, recht tegen mijn voorhoofd aan. En voor ik het wist voelde ik pijn aan mijn hoofd, echt heel veel pijn. Zag ik allemaal bloed over langs me heen en in het water allemaal rood en bloed. En ik helemaal schreeuwde paniekerig. Het bleek dus dat deze wenkbrauw helemaal was opengescheurd. En ja, het moest gehecht worden. Dat was ook een hele drama. Ik heb zo hard geschild in het ziekenhuis. Niet normaal. De mensen in de wachtkamer hebben me sowieso gehoord. Ik heb mijn tante nog geroepen om met me te bidden, want ik was zo bang. Want ja, ze steken natuurlijk gewoon een naald hier in je wond, in je verse wond. En dat vond ik zo vies, want ze moesten je natuurlijk verdoven. En ja, uiteindelijk heb ik daar een litteken aan overgehouden. De arts zei zo van, ja, als je ouder wordt, ga je heel veel liefde krijgen van meisjes, want die vinden littekens natuurlijk geweldig. En ik dacht echt van, ugh, if you only knew. En natuurlijk keek ik naar YouTube filmpjes. Ik keek onder andere naar Manny the Makeup Artist, naar Patrick Star, Malibu Dollface en naar Star Milan. En dat waren allemaal natuurlijk boys die make-up droegen. En ik zag altijd dat hun wenkbrauwen een fliek waren. En ik dacht zo van, ja, als hun het kunnen, kan ik het toch ook? Ik zie zoveel jongens met flieke wenkbrauwen die het van zichzelf hebben. Maar ja, als je erop kan tekenen, waarom niet? Dus uiteindelijk ben ik naar mijn beste vriendin. Uiteindelijk ben ik naar mijn beste vriendin Britt gegaan. En die heeft mijn wenkjes al een fliek gemaakt. Want zij had, ja, heeft nog steeds echt flieke wenkbrauwen. En zij epileerde het altijd zelf. Dus ik ben naar haar geweest en zij heeft het voor mij gedaan eerst. Nu doe ik het zelf, maar ja, ze had het voor mij gedaan en ze had het ingetekend en ik dacht echt van wauw. En toen die tijd had ik een vriend. En die vriend, ja, ik wil niet te veel over hem praten, maar die vriend had altijd een oordeel over hoe ik eruit zag en zo. Heel raar, maar oh, mijn scherm valt uit. Jongen, ga je aan. Dat willen we niet hebben. Zo. Nee, maar ja, die had heel veel kritiek op mijn uiterlijk altijd. En toen ik mijn wenkbrauw had gedaan, toen was hij echt zo van, wow, damn. Toen dacht ik ook van, damn, hij vindt me mooi. Huh?
Dus ja, maar toen was ik een tiener. Nu denken jullie natuurlijk van ja, wilt hij, waarom gaat hij met iemand die hem niet mooi vindt? Ja, dat waren andere tijden. Maar ja. Dus zo, dat was mijn verhaal over Wankies. En ja, uiteindelijk is het gewoon meer ja, gaan evolven. Toen ben ik begonnen met mijn neuscontouren. Want dat vond ik heel mooi. Want als ik tutorials keek, vond ik dat echt heel mooi. En ja, uiteindelijk ben ik gewoon full-out gegaan. En dat is misschien, ja, dat is sinds vorige zomer echt. Dat ik echt gewoon alles ging dragen. En nu ben ik echt gewoon obsessed. Like, dit is gewoon mijn natural look. Dit is echt heel, heel, heel minimaal, heel weinig. En dat vind ik ook gewoon mooi. Het begon eigenlijk van een klein dingetje, van die litteken hier, naar full face. En ja, ik vind het niet erg. Ik vind het gewoon, ja. Het is niet alsof ik 1, 2, 3 die beslissing heb genomen, maar ja, als je steeds, als je het leuk vindt, dan moet je het gewoon doen. Ik bedoel, mensen die zeuren steeds van ja, vrouwen, wat vind je van vrouwen die 10 kilo make-up dragen, bla bla. Als jij je goed voelt, als jij er mooi uitziet, als jij vindt dat je er mooi uitziet, doe het vooral. Doe je ding. Oké, dan was dit de video. Dus het was een soort van storytime video van waarom Kendrick make-up draagt. Want iedereen is zo verbaasd. Ja, ik bedoel, in Amerika is het misschien, zie je het misschien vaker dan in Nederland. Tenminste, in Nederland zie je het ook wel. Maar niet mensen die full-out make-up dragen misschien. Jongens dan tenminste. Maar oké, dan was dit de video. En vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet hier beneden te reageren en te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei! Hallo iedereen, vandaag laat ik jullie mijn full make-up routine zien. Ik heb